Jozef, gefeliciteerd. Wat voel je? Wat denk je? Wat gaat er allemaal door je heen? Ja, blij. Blij dat we gewonnen hebben en dat we veilig zijn. Met andere woorden, dat wij onze doelstelling hebben gehaald. Je staat hier nu al rustig, maar even die euforie na het laatste fluitsignaal. Die was enorm, hè? Ja, nee, goed. Kijk, weet je, we wisten natuurlijk dat dit een lastig jaar zou worden. En onze doelstelling was om 1 per wedstrijd te lopen. Nou, en gaande het seizoen blijkt dat misschien niet voldoende te zijn. Dus dan is zo'n overwinning wel heel erg lekker. En is de ontlading ook wel groot. Want nogmaals, al mijn stafleden, mijn spelers, die hebben het hele jaar keihard ervoor gewerkt. En ook gewoon goed gewerkt. En het mooiste is dat je gewoon de laatste 3 wedstrijden, dat je gewoon dat je gewoon heel goed voetbal speelt. En daar ben ik heel erg trots op mijn jongens, maar ook op mijn stafleden. Want nogmaals, ik kan het niet alleen. Het is een groot compliment voor de staf, maar ook voor mijn jongens, want die moeten het doen. Ja, hoe kan het dan dat die jongens, heeft dat te maken met de ervaren jongens, dat ze dan niet bezwijken onder druk? Nou ja, kijk, druk is... Ik vind dat je als prof met druk om moet gaan. Hè? Want uiteindelijk, dat is ook goed. Weet je? Alleen hoe we trainen, hoe we spelen. En nogmaals, niet alle wedstrijden waren goed. Maar gedurende het seizoen zie je gewoon ontwikkeling. En we hebben nooit onder de streep gestaan. We zijn heel stabiel geweest het hele jaar. Dat vind ik wel heel erg knap. En natuurlijk de ervaren jongens als Michiel en als Alex en als Hans Mulder en Fern en Anita. Ja, die weten wat er te koop is en wat een wedstrijd vraagt. Die lezen een wedstrijd van wat is er voor nodig om een wedstrijd te winnen. En dat is gewoon belangrijk voor het team. Maar nogmaals, nu haal ik een paar spelers uit. Er zijn ervaren jongens, maar een compliment aan al mijn jongens. Heb je vandaag zorgen gemaakt tijdens de wedstrijd? Ja, nee. Nee, ik vond ons, afgezien het begin, vond ik ons niet goed starten. Ik vond ons een beetje apathisch. Maar gedurende de wedstrijd, na de 1-0, vond ik dat we bovenliggend waren. Want dan krijg je op een gegeven moment ook weer dat doelpunt van Kramer. Met dat gekke dansje van hem erbij. Dat hadden jullie op dat moment wel echt nodig. Want wat je zegt ook, die eerste 15 minuten hadden jullie het wel lastig. Ja, nou ja, goed. Ja, dat klopt. Na die goal was het over. Met het niet goede begin van het voetbal. Maar als ik zie hoe we daarna het hebben opgepakt. Met name aan de bal. Een plus 1 te krijgen op het middenveld. Dat is toch iets waarvoor je doet. Kijk, daar is de sigaar van Michiel Kramer. Hij zei het al eventjes aan het begin. Hoe smaakt die allereerst? Ja, lekker. Ja. Jozef, hou jij ook van zo'n sigaar? Of? Ik ga een sigaartje met hem roken, ja. Ja, zeker. Want dit mag gevierd worden, man. Net in de kleedkamer, leg eens even uit. Naast die sigaar, wat zie je nog allemaal meer gebeuren? Wat zie jij hier op de camera dan? Ja, dat zegt al genoeg, toch? Broederschap, vriendschap. Ja, eigenlijk wel, ja. Van boven naar beneden. Ja, want wat voor trainer is Jozef geweest gedurende het seizoen? Was het ook eigenlijk meer een broer? Net wat ik tegen jou zeg, toch? Open, puur, eerlijk. Dat kom je niet zo heel vaak tegen, dus. Ja? Ik denk dat het ook een verdienst is van de trainer, dus dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Ben je nooit boos geworden op Michiel dit jaar? Nee, weet je, het is... Je slikt nu een antwoord in, want Michiel loopt gelijk weg. Nee, Michiel weet ook, ik slik nooit een antwoord in. Kijk, Michiel is een persoon die weet wat hij wil. En dat is een slimme jongen, maar kan ook donders goed voetballen. En is voor ons gewoon een absolute meerwaarde geweest dit jaar. En ik vind Michiel een hele prettige jongen om mee samen te werken. Nooit lastig geweest? Nee. Hij is recht voor zijn raap en ik hou daarvan. Gewoon vertellen zoals het is. Niet eromheen draaien. Maar dat kan ik naar hem toe doen en hij ook naar mij. Dus wat dat betreft, dat is iets wat gewoon goed samenklikt. Dat koester ik wel, ja. Want hoe je dit ook ziet, hè, dat Michiel Kramer dan even met zo'n sigaar naast je komt staan. Ik denk niet dat bij alle trainers kan. Dat even een speler met zo'n sigaar, even een dolletje, maar naast elkaar komt staan. Hoe sta jij dan in die groep? Wat probeer jij daarin goed te doen? Nou, ik probeer iedereen met elkaar te laten samenwerken, dat is één. Daarin is humor natuurlijk een bepaalde bindmiddel, vind ik zelf. Maar gewoon vertellen zoals het is. En met name op inhoud gaan zitten van wat je van spelers verwacht. Maar ook wel een luisterend oor en ook oprecht geïnteresseerd zijn in spelers en daarbuiten. Dus wie is de mens Michiel Kramer? Waarvoor heeft hij een tatoeage? Of gewoon oprecht zijn naar mensen. Dat is, ik vind dat gewoon normaal. Nou, mooi om zo even met elkaar te kletsen. Ik wil nu toch wel even één serieus antwoord op deze vraag. Wie gaat er vanavond meer bako's drinken, Jozef of Michiel? Poh,
Ik ben maar een simpele bier. Ik drink alleen maar bier, joh. Dus ik denk dat het Michiel Bako's gaat drinken. Ik drink gewoon een biertje. Maar wie drinkt elkaar eruit? Want er gaat nog wel een feestje gebeuren natuurlijk. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel meevalt. Maar nogmaals, we hebben nog één wedstrijd. Maar we gaan hier zeker van genieten. Ja. Hoe laat gaat het worden? Poh, dat weet ik niet. Veel plezier. Ik ga een woordje thuis. Veel plezier.